We zitten in de auto. Ik probeer iemand niet in beeld te krijgen, maar het lukt eigenlijk helemaal niet, merk ik. Sorry, wacht zo. We hebben een aangenomen dochter voor dit weekend. En dat is hartstikke gezellig, maar die weet nog niet of ze wel of niet op de vlog wil. Vandaar dat ik... Ze is veel te knap. Ze is veel te knap, dus dat kan de camera gewoon niet aan. En, maar dus die zit daar naast Matteo. En ik probeer, zeg maar, dat is een beetje een rare hoek. Maar goed. Ik moet er gewoon volgen zitten. Wij gaan... Hallo! Nou goed, we gaan naar Comic-Con. En volgens mij... is dat de allereerste keer in Amsterdam. Dus dat is helemaal leuk en spannend. En ik weet echt helemaal niet wat we moeten verwachten of hoe en wat. Ik weet wel dat er wat beroemde mensen zijn. Zoals de acteur die Freddy Krueger heeft gespeeld. En degene die Chewbacca en Star Wars mensen. En Harry Potter mensen zijn er. En Lando Calrissian. Hartstikke leuk allemaal. En we gaan er nu naartoe. Wij hebben kaartjes vanaf 11 uur. Je had ook kaartjes vanaf 9 uur. En ik zag er net al op internet dat er een enorme rij stond. Dus ik had echt zoiets van, nee. Ja, vanochtend. Oh. Dus dat zal straks ook wel zijn. Als de deuren eenmaal open zijn, dan kan je gewoon doorlopen. Maar toch. En verder neem ik jullie gewoon mee. En laat ik een heel klein beetje een kleine impression van de Comic-Con in Amsterdam zien. Leuk. En dan hoop ik dat straks onze mooie, prachtige, aangenomen dochter heeft besloten of ze wel of niet in de vlog wil. Doei! Nou, we zijn inmiddels aangekomen. We wonen heel vlak bij de rij, dus dat is verder helemaal geen probleem. Ik kijk precies in de schoenen, dat is heel erg handig. Maar het is echt vreselijk druk. De deuren gaan voor ons pas om 11 uur open. En nou, er staat echt een rij, zeg maar, daar. Daar is zeg maar de ingang en dan lopen we zo helemaal tot daar en wij staan hier. Er zijn heel veel mensen heel cool verkleed. Wij zijn daar nog niet aan toe, ik denk volgend jaar. Maar Matteo heeft een Ghostbusters t-shirt. Mika is Daryl van The Walking Dead. Ik heb ook een t-shirt van The Walking Dead. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. If Daryl dies, we riot. En Mark... Lichtgevend, maar ja, je ziet het niet. Hij geeft licht in het donker en dan is hij geen Mowgli meer, maar super cool. En Hawaiiaanse. En de dochter die nog steeds niet heeft besloten of ze op beeld wil. Maar, dus, maar kijk, er is... Oh, er is beweging! En er is hier een hele coole dame. Ik film haar even. Ik mag vast. Want we hebben al een foto. En iedereen ziet er heel cool uit. Dus het komt helemaal goed vandaag. Nou, we zijn nog steeds binnen. Het is druk, maar niet heel erg druk dat je over de koppen moet lopen of zo. Het gaat allemaal goed. De kinderen die zijn hier heel erg old school. Oh, nou, net klaar. Die waren heel old school aan het gamen met de oude craft. Nou ja, zoals wij dat allemaal deden. Ik vind de sfeer is gewoon heel erg goed. De mensen die hier komen, ja, dat zijn gewoon echt gepassioneerde mensen. Het is gewoon leuk. Je hebt leuke gesprekken met mensen en zo. Het is super gezellig. Sommige mensen die zijn helemaal uitgedost. Super cool om te zien. En andere mensen die lopen gewoon met een bepaald t-shirt. En dat is ook verder helemaal prima. En ja, ik zal eventjes een beetje overall shot maken. Hoeft te lopen en dat is wel heel erg leuk. Dus dat is heel erg belangrijk. En we zijn nog lang niet klaar, want we zijn eigenlijk nog maar één straatje doorgegaan. Maar omdat we elke keer wat zien, worden heel erg hebberig hiervan. Ik zie allemaal t-shirts en gadgets en dingen en zo. Ja, weet je, ik hou ervan. Maar we zullen wel zien of we iets gaan kopen of niet. Ben je vlieg geweest? Ja. Kijk, en met staal komt kijken. Zo!
is heel erg leuk. Ze mochten allemaal iets uitkiezen en Matteo heeft deze gekozen. En Senna heeft ook iets uitgekozen. Kijk, daar komt Robert voorbij. En ik zie daar Deadpool zo in de verte. Die komt ook zo deze kant op. Met een My Little Pony. Nou, dat is toch leuk? Mika heeft dus een zwaard, maar dat zit in een groot... Mika, wat heb je? Ik heb een zwaard. Okay. Maar het is bot. Maar daar gaan we straks wel even naar kijken wat het is. Wat heb jij? Van de Minions. Hij ziet er derp uit. Oh, hij is wel leuk. Heeft hij ook een naam trouwens? Nee. Nee? Oké. Okay. Ik weet ook niet nog een naam voor deze. Ah, dan verzin je zelf een naam. Oh. Kom, we lopen weer die kant op. Inmiddels zijn we weer op de terug. We zijn bij de thuis. Met Kittycorn. Met de Kittycorn. €25. 25 euro, zo heet de knuffel van Senna. Hartstikke leuk. Ze mochten alle drie iets uitkiezen. Ze mochten alle drie iets uitkiezen, dus dat was hartstikke leuk. En we vonden het heel erg... Mark, wat vond je van de Comic-Con? Ja, ik vond hem heel leuk. Ja, dat was cool, hè? Ja, oh, ik weet niet of ik jou film eigenlijk. Ja, wel, ik film je. We willen zeker nog een keer gaan. Alleen nu hebben we net gezien dat volgend jaar de Comic-Con in Amsterdam op... zeg 4 en 5 april of 5 en 6. Maar in ieder geval, dan zijn wij er niet. Dan zijn wij, als het goed is, op vakantie. En als het helemaal goed is, in Amerika. Dat zou toch fijn zijn. Misschien gaan we gewoon even kijken of er een Comic-Con in Amerika is. Dat kan ook. Maar dit is zeker nog een keertje. Nou, net zoals Elvia. Net als Elvia. En daar gaan we misschien ook over 2 maanden weer naartoe. Nou, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En smile feel pretty. Doei. Doei.